happens each and every day, that I think that love has come my way. Oh, imagination. Should I find a loving girl? Ik heb in de 60e jaren, omdat ik zelf met vingers geboren was die geen muziekinstrument konden bespelen, heb ik me dienstbaar gemaakt bij de band om alle klusjes op te knappen die hun niet deden. Ik was bassist bij The King Bees. The King Bees? Ja. En dat was een mooie tijd? Het was een fantastische tijd. Ja? Jazeker. Ik heb vroeger in die tijd van de Elements en de King Bees, zat ik bij de Indo-band The Intruders. Dat deed ik de toetsen bij de Intruders. Ja, mooie tijd. Wat waren hier de toppers die toen hier lokaal, zeg maar, de blitz maakten? Nou, de Defenders, de Elements waar ik zelf in zat, ja. In Baren Le Baroc. Ja. In Soest IQ 150. En hier bij elkaar om een boek te onthullen over de secties en regio in Amersfoort. En dat gaat de burgemeester straks ontvangen, dat boek. U heeft dat samengesteld? Ik heb het samengesteld, de teksten geschreven, interviews gedaan. Mm-hmm. Alle bandleden gesproken, alle. Ja. 74 totaal. Het was een tijd van bandjes en van dansen en van de hitbreed. De oerknal van de popmuziek. Ik kom voor het boek, want er staat mijn man Dick Smit in. Ja, ja. En wat deed hij? Hij is solo-gitarist. Ja. Al vanaf zijn 14e en nu is hij 75. Ja, goedemiddag allemaal. En natuurlijk in het bijzonder de burgemeester. Want ik heb me laten informeren, ik noem u gewoon burgemeester. Nou, mijn artiestennaam is Lucas. Dan gaan we net doen. Meneer Bolsius. Sex, drugs en rock'n'roll, hadden we daar wat mee? Drugs absoluut niet. Nee. Seks, daar laat ik niet over uit. En rock'n'roll, Bill Haley. Ja, ja. Herinnert u zich deze nog? Ja. Ze komen allemaal weer terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tap, er staat ook in het boek. Tap was onze trouwvervoerder. En iedereen ging trouwen, want het was mooi geweest. En de DJ's hebben het voor ons verpest, kun je zeggen. Want die gingen plaatjes draaien en dat was complete hitparade, want dat was ook favoriet bij iedereen. En toen was het een beetje voor de beentjes gedaan. We zijn er nog wel enkele doorgegaan natuurlijk. En dan dacht ik, nou, dat moeten we gewoon af en toe eens inkijken en beleven. En zoals de club hier zit, zit dat nou in één boek. Met nog een paar andere verschijnselen rond die tijd. En dat wil ik u nu overhandigen. Kijk, dames en heren, als historicus kan je niet beter iets in je handen hebben dan zo'n boekwerk. Want hier staat niet alleen maar de geschiedenis van het muziekleven van Amersfoort, maar ook over gebouwen. Het is toch iets speciaals. Ja. Het feit alleen al dat er twee van die singeltjes zijn uitgebracht door de Elements, heb ik begrepen. Je moet het op zijn Nederlands uitspreken, niet de Elements, maar de Elements. Ja. 83 jaar geleden. Ja. En u was daar ook bij? Ik was daar ook bij. Ja. En wat deed u? Ik was de solo-gitarist. Kijk, met dit petje op. Hier staat hij. De solo-gitarist met het petje op. En wie bent u? Nou, ik ben een beetje een geheimzinnig figuur. Ja? Oké, ook toen was de politie al naar u op zoek. Ja, nog steeds. Oké. Ik heb het nog niet gevonden. Want mooie dingen. Ja. Namen en rugnummers. Oh, er is heel veel gebeurd. Hoor. Ja. Ik denk dan zomaar aan seks, drugs en rock'n'roll. Hebben we het daarover of ging het over de bloemen en de bijtjes? Nee, die richting gingen we ook erg op. Hè? Dus echt op het harde rock gebeuren. Ja. Dus de laatste tijd dat we toen bestonden, onze drummer die is overleden. Ja. Een paar jaar terug en dat heeft ons doen besluiten om te stoppen. Inderdaad te stoppen. Ja. En ja. We bestonden precies 40 jaar, 50 jaar. Kijk. Precies op 50 jaar geleden. Maar mooie herinneringen. Alleen maar. Oh, imagination.